Van, hoe heet hij ook alweer? Peter R. de Vries. Oh, Peter R. de Vries. Daar hebben we een verhaal over. Peter R. de Vries. Wie? Peter R. de Vries. Oh, die vind ik ook zo lekker, Peter R. de Vries. Ja, maar die is ook heel goed, hè? Ja, die vind ik goed. Nou. Sinds die Joran-affaire is die overal ter wereld bekend. Ja, over natuurlijk. Iedereen kent de hele wereld. Iedereen kent Peter R. de Vries. Dat als de paddenstoel, hè? Maar op, overal kennen ze hem. En dan is het leuke, wij hebben materiaal van een fanclubdag. Waar? In Shanghai. In China? Ja. Is hij daar hele... Is hij daar geweest? Ja, dat die fanclub de hele dag met zijn twee grootste fans in een rickshaw door Shanghai gereden. Ach, met zijn twee fans rondgereden door Shanghai. Daar zijn opnamen van. Daar zijn opnamen van. Gaan we nog even kijken naar Peter R. de Vries. Bij mijn geboorteaangifte was mijn vader mijn tweede naam vergeten. Hij wist alleen nog dat het met een R begon. Nee, met een R. De R is altijd een belangrijke letter in onze familie geweest. Wij hebben bijvoorbeeld altijd gewoond in Ermelo. Nee, Ermelo. Nee. Wij aten ook elke dag erwtensoep. En onze hond was een erdeelterrier. Maar ook in het dagelijks leven is de R een belangrijke letter. Want niet voor niets is de KLM gefusilieerd met de R Frans. En bovendien beginnen alle Nederlandse sprookjes niet voor niets met Er was eens. Verschrik voor die Chinees al. Lekker lopen. Hè? En dan kom ik jullie wel weer ophalen als jullie de R kennen zeggen. Begrijp je wel? De R. Nee, de R. Kennen jullie nou niet één woord zeggen met een R? Oh, tuurlijk. Grootzaak. Oké, nou gaan we gewoon.